Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. We gaan in op het weer van dit weekend, maar ook kijken we al naar volgende week. We begin echter met de weerkaart van dit moment. Het lage drukgebied ligt op de grens van Duitsland en Polen. En dat is het lage drukgebied dat afgelopen nacht over Brabant en Limburg trok. En die zorgde voor de sneeuwval. Op sommige plaatsen viel er 10 centimeter en ook nu is het op veel akkers en weilanden nog helemaal wit. De meeste wegen die waren aan het begin van de middag goed te begaan. Maar op de Noordzee zien we hier neerslag liggen. Dat is op de Noordzee nog regen. Maar zodra het boven land komt, kan er later vanmiddag en vanavond weer wat natte sneeuw en sneeuw vallen. En vooral de oostelijke provincies kan het dan plaatselijk opnieuw wit worden. En dus ook glad. Verder zien we ook nog een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan liggen. Dat hoge drukgebied gaat zich verplaatsen. Gebeurt in de loop van het weekend en maandag, dan trekt hij die kant op. En uiteindelijk komt het hoge drukgebied dan daar ongeveer te liggen. En dan krijgen we te maken met een hele koude noordoostelijke stroming. En dat betekent winterlucht in Nederland. Volgende week wordt het dus echt winterweer. Maar we beginnen met de satellietfoto, want die is ook interessant. Als ik inzoom, dan kun je heel vaag wat grijzigheid zien hier. En dat is het sneeuwgebied wat er vannacht is gevallen. Konden we dus op de satellietbeelden zien. Je ziet ook stevige wolkenpartijen voor de kust liggen. Nou, dat is de regen die er nu aankomt. Als we de radarbeelden bekijken, dan zullen we zien dat er vanaf de Noordzee zometeen de neerslag op ons afkomt. In eerste instantie ging het allemaal vrij traag, maar in de loop van de middag kwamen de buien steeds dichterbij. Nou, zoals gezegd, op de Noordzee was het veel al regen, maar deze buien die nu al over Zeeland trokken, daar zat ook al weer natte sneeuw bij. En hier en daar droge sneeuw. En de komende uren komt er dus meer sneeuw bij. Na de passage van dit neerslaggebied gaat het ook harder waaien. Aan zee komt er een stormachtige wind te staan met een kleine kans op een noordwestenstorm. En in de kustregio zijn er zware windstoten mogelijk. Dat geldt trouwens ook voor het IJsselmeergebied en de Noordoostpolder. Windstoten van 80 tot 100 km/u, Dus behoorlijk onstuimig weer vanavond. Verder dus een buien in het oosten nog met een winters karakter. Maar... In de loop van de avond verdwijnt de sneeuw en gaat er steeds vaker regen vallen. Want met die stevige wind komt er ook zachtere lucht het land binnen. De temperaturen gaan vanavond dus omhoog. Vanavond hebben we de hoogste waarde, 4 tot 6 graden. In de nacht neemt de wind af en begint de temperatuur ook weer te dalen. En dan komt die dicht bij het vriespunt uit. En dan snap je het al: natte wegen kunnen plaatselijk glad worden door bevriezing. Kan nog een enkel wind dus vallen? Die kan lokaal wat sneeuw opleveren. Maar dat verwacht ik niet op uitgebreide schaal. Dan het weer van morgen overdag. Nou, in de ochtend nog steeds die enkele verspreide bui. In de middag trekken er meer buien van noordwest naar zuid over het land. Dan kan er opnieuw plaatselijk wat sneeuw vallen. Met name weer in het zuiden en oosten van het land. In de kustprovincies valt voornamelijk regen. Temperaturen 2 graden in de oostelijke helft, 4 graden in het westen. En de wind neemt in de loop van de dag verder af. Wisselvallig weer op de zaterdag dus. Nou, op de zondag wordt het wel wat beter. De hoeveelheden van de neerslag zullen klein zijn en misschien blijft het zelfs in het noorden en oosten helemaal droog. Hoogste kans op de neerslag is voor het zuidwesten weggelegd, waarschijnlijk in de vorm van regen daar. Temperaturen zondag nog 1 tot 4 graden, maar vanaf maandag begint het kouder te worden. De wind draait dan naar oost en dan komt die aanvoer van koude vrieslucht op gang. Dinsdag in het oosten temperaturen maximaal min 2, min 3 graden. In het westen komt het kwik misschien nog net iets boven het vriespunt uit. En dan is de winter dus echt in het land. Dat zien we ook in de 15-daagse terug. Die gaat duidelijk naar beneden. Komt op veel plaatsen overdag amper nog boven het vriespunt uit. En in de nachten beginnen we zelfs de min 10 graden aan te tikken. En dan weet je wel wat dat betekent voor de ijsvloer. Die gaat zich ontwikkelen. En ons ijsmodel komt zelfs op ongeveer 10 centimeter ijs voor het noordoosten en oosten van het land. Dat zou dan voor volgende week donderdag en vrijdag zijn. Ver weg nog, maar die kou die lijkt wel vrij zeker in de weersverwachting te zitten. Ik ga dus uit van schaatspret in het noorden en oosten van het land. In de rest van het land heel misschien op een sintelbaan of op een ondergelopen weiland. Maar niet op sloten en plassen. Dat lijkt me nog iets te gevaarlijk. We houden u uiteraard op de hoogte. Wens u een goed weekend en wees voorzichtig met de gladheid. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.